Lang geleden werkte de mooie dienstmeid Okiku voor de samurai Aoyama Tessen. Aoyama viel als een blok voor haar schoonheid. Maar tot zijn grote ongenoegen wees ze zijn toenaderingen af. Uit wrok besloot Aoyama een van de 10 zeer kostbare porseleinen schalen te verstoppen en haar van te beschuldigen hem te hebben gestolen of gebroken. Hierop stond in die tijd de doodstraf. Okiku, ontdaan door de beschuldiging, ontkende heftig en haastte zich vervolgens naar de schalen om ze één voor één te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na ze herhaaldelijk geteld te hebben, kwam ze tot haar ontzetting op 9 schalen uit. De samurai stelde haar voor zijn minnares te worden. Dan zou hij het hele voorval door de vingers zien. Dit weigerde ze. Hierop werd Aoyama zo woedend dat hij Okiku martelde en in een put gooide. Na haar dood werd Okiku een onryo, een kwelgeest. Elke nacht verscheen ze aan haar moordenaar om hem te kwellen. Ze telde de borden en als ze tot 9 had geteld, volgde er een bloedstollende schreeuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lees het bijbehorende artikel voor nog meer Japanse spookverhalen. Een link verschijnt hier en staat in de beschrijving.